De verruwing van de criminaliteit in Suriname neemt zorgwekkende vormen aan, hetgeen absoluut te betreuren valt. Volgens Milton Bisschop, woordvoerder van het Korps Politie Suriname, worden er strategieën bedacht om deze zorgwekkende problematiek te verhelpen. Er is helaas een verroering te merken als het gaat om de criminaliteit in Suriname. Nou, dat was reden genoeg voor ons om vandaag te praten met de woordvoerder van het Korps Politie Suriname, Milton Bisschop. Ik moet ook helaas bevestigen dat er nog steeds gevallen zijn waarbij strafbare gedragingen voortvloeien. Maar de politie werkt met voortvarendheid. Trouwens, dat valt ook onder het zero-tolerance-beleid, waarbij de politie met voortvarendheid zal werken om de criminaliteit aan te pakken. In ieder geval zijn die gevallen bekend bij de politie. Er zijn tal van zaken die nu in onderzoek zijn, zaken met een embargo-karakter, zaken die tijdrovend zijn. Maar ik wil de samenleving, of de politie wil de samenleving geruststellen dat met voortvarendheid er wordt gewerkt om de criminaliteit aan te pakken. Preventief, repressief-wise, het zero-tolerance-beleid, ook in het achterland werkt de politie met voortvarendheid om de criminelen aan te houden, maar meer om het veiligheidsgevoel. Bisschop geeft verder te kennen dat de politie intensief bezig is preventieve maatregelen te treffen. Ook al ziet de samenleving geen bedrijvigheid, wordt er met man en macht gewerkt achter de schermen, meent Bisschop. Ook de surveillance van de politie zal volgens hem vanaf de komende periode worden opgevoerd. Maar de sociale controle van de burger mag daarbij niet uitblijven. Ja, dus tot slot wil ik ook meegeven, de aanpak van de criminaliteit, dat is niet alleen weggelegd voor de politie. Ik zeg het altijd, het behoeft een integraal aanpak waarbij alle actoren wij de koppen bij elkaar moeten steken. We hebben de mensen nodig, we hebben de samenleving nodig, de burgerij, we hebben ieder nodig. Wat wij de mensen ook meegeven, de sociale controle opvoeren, ja, bij calamiteiten, ja, bij verdacht voertuigen, voertuigen die onbekend zijn, ja, in uw omgeving, in uw buurt, noteren. We vragen de mensen om een duidelijke beschrijving te geven van criminelen, als indien de mogelijkheid daartoe bestaat. Ja, duidelijke beschrijving, signalement, maar ook wanneer criminelen gebruik maken van voertuigen, wat is het handelsmerk, kleur, bijzondere kenmerken, nummer van het voertuig. Dus die zaken zijn van eminent belang. Daarnaast willen we de samenleving ook meegeven om geen onderdak, nogmaals, ja, voor vluchtige verdachten, criminelen die worden gezocht. We vragen of we roepen de samenleving op, nogi de man dat onderdak. Ja, lever een bijdrage. Mensen kunnen ook anoniem bellen naar de politie. Maak gebruik, ja, van de mogelijkheden die er zijn om de politie te verwittigen, zodat wij gezamenlijk, ja, gezamenlijk de criminaliteit kunnen ontmoedigen, dan wel een halt kunnen toeroepen. De KPS-woordvoerder is van mening dat de financiële situatie in het land nimmer een reden tot criminaliteit moet zijn.